Mijn naam is Bart Meijer. Ik geef theorielessen op het conservatorium in Enschede. En als onderdeel van die theorielessen neem ik ook theorie toelating af. En ik ga even iets vertellen over wat je dan kan verwachten als je voor zo'n toelating komt. In een toelating gaan we kijken naar hoe goed je al muziek kan lezen en hoe goed je bent in het vertalen van wat er op papier staat naar hoe het zou moeten klinken. En daarnaast kijk ik ook graag naar hoe snel je dingen oppakt. Bijvoorbeeld, je krijgt een stukje nieuwe informatie aangereikt en dan gaan we kijken, verwachten we dat je goed kan ontwikkelen op het gebied van muziektheorie. Dus je hoeft ook niet per se alles al perfect te kunnen. En ik zoek vaak juist expres een beetje naar dingen die mensen nog niet kunnen. Dus je moet ook niet bang zijn als je even iets niet weet dat het dan gelijk verkeerd is. We proberen juist zo ver mogelijk een beetje te prikken en te kijken van wat weet je nog niet. En dan daar samen een kleine ontwikkeling in te maken. Er zijn een paar onderdelen die grofweg gezien in ieder geval voorbij komen. Dat is sowieso iets met ritmes, dus ritmes tikken en misschien wat ritmes opschrijven die ik tik. Je krijgt wat melodieën die op papier staan en die je dan moet zingen. En ook een klein stukje melodie wat je dan mag opschrijven die ik voor speel of zing. We doen altijd even een klein stukje improvisatie. En dat is dan meestal melodisch, dus je zingt iets, we zingen samen iets, ik speel iets op de piano, je vult een stukje melodie aan. En dan doen we nog een stukje harmonie weer, dus wat voor soort akkoorden zijn er, kun je die herkennen als je ze op papier ziet en kun je ze zelf construeren. Als ik je vraag om een bepaald akkoord te maken, dat je dan weet welke tonen erbij horen. En dan hangt natuurlijk een beetje mee samen dat je wat intervallen kan lezen. Dat zijn zo de voornaamste onderdelen, zou ik zeggen. Nou, Bente, welkom. Je bent nu op je proeftheorie-toelating, zullen we maar zeggen. Ja. En we gaan gewoon even kijken hoe het zit met de theorie en of je het allemaal nog een beetje scherp hebt. En waar we nog wat meer nieuwe dingetjes kunnen leren. Ja, oké. Right. We hebben een aantal verschillende onderdelen. Die zie je hier voor mij liggen. Er zijn een beetje veel blaadjes, maar we doen er allemaal kleine stukjes van. We gaan niet alles hiervan. We beginnen gewoon even met iets van algemene muziekleer, zeg maar. Dus hier staan een aantal intervallen op. En dan wil ik je vragen bijvoorbeeld om eens te zeggen wat voor een interval het tweede interval is wat je hier ziet staan. Dat is een A en een Fis. Mm-hmm. Dus dat is een sext. Ja. Een grote sext. Grote sext, ja, precies. Dus we ook weten of die groot en klein is. En het volgende interval, wat denk je daarvan? Een D en een Gis. Een overmatige kwart. Ja, overmatige kwart, precies. En die is natuurlijk enharmonisch gelijk aan een bepaald ander interval. Dus dat die anders geschreven wordt, maar hetzelfde klinkt. En welk interval zou dat zijn? Verminderde kwint. Verminderde kwint, ja. En als je dus een verminderde kwint ervan zou moeten maken, dan heb je D-Fis. Wat zou je dan kunnen opschrijven? Hoe bedoel je? Nou, stel je neemt de D als eerste toon en ja. Je maakt van die overmatige kwart maak je een verminderde kwint. Oh, dan krijg je een as. Een as, ja, precies. Right. Ah, is dat hier? Ja, precies, die kwam daarna. Zo hebben we nog een aantal intervallen, maar ze klinken hartstikke goed, dus volgens mij kom je daar wel uit. Dan ga ik er even een paar spelen, okay. En dan is de vraag van welke interval heb je gespeeld. Okay. Quint, reine quint. Reine quint, ja, precies. Oké. Okay. Kleine terts. Ja, is goed. Doen we er nog eentje. Een grote terts. Ja, is goed. Mooi. Als je een grote terts hebt, ik speelde een E, wat is dan een grote terts? De Gis. Gis. En als ik er dan een grote drieklank van zou maken, welke toon moet ik dan maar toevoegen? E, Gis, B. Ja, mooi. Dan heb ik hier ook een paar akkoorden al opgeschreven. Mm-hmm. En zou je dan kunnen vertellen wat dat eerste akkoord is wat hier staat? D, Fis, A, dat is een D majeur. D majeur, ja, precies. En de volgende? E, G, Bes, een verminderde E. E verminderd. Ja, E verminderde drieklank. Ja, precies. Dan doe je nog eentje dan, als je wil.
CE Gries. Dat is een CO-formatig. CO-formatig, ja, precies. Want als je een drieklank hebt, hè, stel je hebt een major of een minor drieklank. Wat zijn dan eigenlijk de intervallen waarvan die gemaakt zijn? Major van grote terts en dan een kleine terts. Mm-hmm. En minor andersom. Dus eerst een kleine terts en dan een grote terts. Ja, precies. En als je dus zo'n overmatige hebt, wat is er dan eigenlijk aan de hand? Twee grote tertsen. Ja, dan heb je twee grote tertsen. Okay, ja. Dus dan is hij te groot eigenlijk. Hè? Normaal heb je klein plus groot op de een of andere manier. Als je twee grote hebt, is hij te groot. En als je twee kleine hebt, is hij te klein. Ja. Zou je eens een verminderde drieklank op A kunnen geven? A, C, S. Oké. Eens even kijken. Ja, ik speel even een akkoord en ik wil je vragen om de laagste tonen van na te zingen. Okay, mee te zingen. Na. Na. De grondtoon was de onderste. Ja, alright, hey, mooi gezongen. Ja. We hebben in ieder geval twee grote onderdelen nog die we moeten doen. En dat zijn de ritmes en de melodieën. En nu mag je zelf weten welke je graag als eerste doet. Ritme. De ritmes, okay. Ja. En dan zoek ik even een hele leuke uit. Laten we beginnen met... Nou, we beginnen gewoon met nummer 10, oké? Okay? Dus dat is de bovenste van dit blaadje. Okay. Kijk maar eens even rustig naar. Wat is de maatsoort? 4/4. Oké. Okay. En wat zijn de snelste noten die je moet tikken? De kleinste notenwaarde? 8e noten. Ja, dus ja? Als je afgeldt, dan mag je hem beginnen. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4. Yes, hartstikke mooi. Goed meegetekend met de voet. Ik kon precies volgen wat er aan de hand was. Maar was wel een beetje makkelijk eigenlijk, hè? Vond je niet? Ja. We zouden eens even kijken of we iets moeilijker kunnen bedenken. Bijvoorbeeld nummer 22. 22. Oh, daar. Ja. In 2/4. 2/4, ja. Oké. Okay. 1. 2, 1, 2. Right. Wat is eigenlijk het moeilijkste van zo'n stukje? De triolen. Ja, en vooral het wisselen eigenlijk. Dus de triolen en die 8e/16e. Ja. En dan merk je dat die bij de triolen vaak die eerste noot bijvoorbeeld wat lang is en die andere wat korter wordt. Dus dan denk je van, oh, moet je eigenlijk een beetje haasten om het triool helemaal rond te krijgen. Zo, hè? Dus misschien is het eigenlijk om nog een klein stukje ervan te doen. Bijvoorbeeld dit stukje zo. Ja. Dan heb je eventjes 8e en triolen en 8e. Maar dan eerst even te denken hoe het triool precies is en dat je die... dat elke noot precies even lang is, weet je wel? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. En dan vooral denk ik dat in jouw geval die eerste noot moet waarschijnlijk iets korter.
Dus probeer die op tijd vanaf hier? Tweede te zetten. Ja, als je okay. 1, 2, 2. Right, ja, we zijn een stuk beter. Okay. Mooi. Hartstikke goed. Oké, krijg je van mij een pen. En ik had hier een blaadje voor jou neergelegd. Ja. Oké. Ik tik een ritme. Kijken op de... Hoor je wel goed, toch? Ja, dat hoor ik. Oké. En ik doe het in 4/4. Oké. 1, 2, 3, 4. Nog een keertje? Ja. 1, 2, 3, 4. Nog ja. Een keer? Ja, de eerste maat gaat dan ja, de eerste maat. Oké, okay. Ja. 2, 3, 4. Die andere weet je ook wel. Ja, precies. Ja, okay. Okay. Dat is moeilijk met ook de laatste stukje. Nee, ja, hartstikke goed opgeschreven. En dan gaan we nog even lekker zingen. Okay. Dat is vast jouw favoriete onderdeel. Ja. Wat is de toonsoort van de tweede melodie? S groot, S maasje. Oké, okay. Dus als je S maasje hebt, die drie mollen, wat zijn dan nog andere opties qua toonsoort? C mineur. Oké, okay. En hoe weet je of het S of C is? Ja, het eindigt op S, op een S. En, ja, nou. Of het is wel C mineur, want het begint met G, C. Nee. Nee, ik denk S. Ja, want dat zijn belangrijke tonen van het stukje. Dus je begint met G, C, dus dat richt zich een beetje op C, zeg maar. Hè? Ja, en, jawel, het is wel C mineur, want daar heb je de B en C. Dus oké, okay, wat is de B dan? Wat betekent dat? Dat is, is een leidtoon naar C. Ja, oké, okay, dus je hebt de leidtoon naar C erin zitten. En je kan je ook zo bedenken, stel je had die eerste paar maten moeten zingen, hè? Mm-hmm. En ik zou je een S geven als grondtoon. Dan moet je best wel wat uitzoeken, toch? Want ja. Dan moet je naar de terts, en dan moet je naar de seks, en dan moet je naar de verhoogde 5, en dan weer de 6. Dan is het toch semine handig. Ja, dat is wat logischer, ja. Hè? 5-1, leidtonen weer naar de 1, 1-2-3. Dat is ook altijd goed om te zien als die de 1 en de 3 erin zit, en misschien de 5 ook, dat je die drie klanken, zeg maar, van de toonsoort goed kan zien. En hier eindigt die op de C ook. Ja. Oh ja. Ja. Niet op de S. Eindigt niet op de S. Nee. Oké, okay, krijg je van mij een C-mineur? Ja, oké. Okay. En dan kijk ik maar even goed naar en dan moet ik je vragen om dat liedje te zingen wat er staat. Sowieso is het goed. Die tweede regel, wat herhaling en zo, en die geloven we eventjes. Hartstikke mooi, die minor-melodie gezongen hier. Oké, okay, volgens mij hebben we wel eventjes genoeg gehoord zelf. Oké, okay. Dus, mooi gezongen en goed gedekt. Oh. En, we gaan even in beraad over wat we met je toelating doen. Oké. Okay. Ja. Okay.